Minister Pralatseudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat de overhandiging van plantmateriaal aan Gramang der Saramakaners, Albert Aboikoni, slechts een druppel is op een hete plaat. De bewindsman deed vandaag de overhandiging tijdens een ceremonie van de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, de ICA. We brengen u een fragment van de overhandiging. Er is symbolisch natuurlijk een aantal dozen en zakken die nog standby zijn om naar binnen gebracht te worden. Maar u bij deze dit overhandigen en veel succes te wensen met de oplossingen welke wij allemaal gepland hebben en de uitvoering daarvan. Dank u wel, minister. Wij gaan zeer veel gebruik van maken. Zoals we allemaal weten, maken we in Suriname nu een zeer moeilijke tijd door. Wat het moeilijker maakt, is dat na deze periode komen de naweeën van het probleem nog voor. Dus niemand weet wat gaat gebeuren, maar desondanks zijn we ervan overtuigd dat we zelf onze eigen voedsel voorziening ter hand moeten nemen. Aboikoni merkt op dat het gebaar vanuit de verschillende organisaties gewaardeerd wordt. Seudin merkt op dat het beleid omgegooid moet worden. Hij wil als collectief zaken herzien en werken aan permanente oplossingen. Ik kan ook mededelen dat los van alle ondersteuning welke wij van de ICA krijgen, dat wij gisteren ook een verzoek hebben gedeponeerd bij de FAO. Trouwens, FAO komt al met een deel wat acute hulp betreft, maar nu of ze ons niet kunnen assisteren bij het uitwerken van alle plannen welke wij hebben in het binnenland. En dat zij ook hun deskundige inzichten geven op het geheel. Er is maar een druppel op een hete plaat wat wij gaan meemaken, maar het gaat zeker helpen. En als je kijkt naar de type zaden welke daar liggen op dit moment om overhandigd te worden, dan betekent dat wij binnen een paar weken al productie kunnen hebben. Het gaat helpen om het voedselprobleem in het binnenland op te lossen. Seudin zegt dat zaken in de natuur duidelijk veranderen en hij weet niet hoe het in de toekomst zal zijn. Hij benadrukte dat er vooral in het binnenland veel werk aan de winkel is op agrarisch gebied.